Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe PM Server minigames. Ik ga vandaag weer lekker Siege Mountain doen. En we zijn hier al aardig wat mensen. Ik weet niet waarom ik een Steve skin heb trouwens, maar maakt ook niet uit. Even kijken welke we kunnen joinen, welke nog een beetje leeg is. Oh, 1-5 is leeg. 1-5 moet ik wel bij kunnen. There we go. Ik ben blauw. Oké, daar ben ik best wel blij mee, want ik ben echt super slecht in defend. Daar kwam ik wel achter. Ik weet geen goede tactiek en zo. Dus ik ga liever gewoon van een afstandje gaan. Een beetje zoals een mage. Oh shit, mijn geluid staat hard. Mijn geluid staat hard. There we go. Deze naam van deze serie is een beetje veranderd. Nu heet het gewoon PM Server Minigames en dan Siege Mountain. Het kan bijvoorbeeld ook. Ja, ik neem. Ja, zo. ja, in ieder geval. Wat ook. Ik ben helemaal van hard kwijt. Jongens, fuck jullie. nee, deze server heet nu. Of de server. Deze serie heet nu anders. Want ik ga verschillende minigames doen. Nu doe ik nog een keer Siege Mountain. Maar misschien een keer Sky Battle, TNT, Spleef, Exploder. Dat zijn allemaal leuke minigames hier. Dus dat ga ik allemaal lekker doen. Maar ik had weer zin in Siege Mountain. Dus dat ga ik weer even lekker doen. Jens Event zegt, hoi YouTube. Hoi. Ik ben YouTube, u weet het al. Ik heb 1084 punten. Ik weet niet hoeveel ik in de laatste video had. Maar ik heb ook aardig veel gespeeld zonder dat ik het opneem. Dat doe ik eigenlijk meer dan dat ik het opneem. Hallo, jongens. Mag ik een beetje privacy? Ik ga even naar boven hier. Even kijken of hier nog het leukste te zien is. Hallo? Nee, hier is helemaal niks, hè? Ik vind het wachten zo irritant, hè? Come on. Er kan nog één speler bij, het trouwens. Er zijn er 15. Hier, kijk, nu zie je er naar boven. Ga ik hier staan. Ga ik daar in het hoekje staan. Kijk, oh, ze zien me weer. Dammit. Wat? Ik ga Vonox snel hutspot maken en de ingrediënten zijn Vonox snel een zwaard, een boog en wat kruiden. Lekker, man. Wat? Oké, nice. Ik record al noobs. Grapje. Love you all, guys. Ik denk dat we gaan verliezen. Zomaar. Meestal als ik defend, dan halen we het net niet, jongen. Echt. Dan is de bom echt nog 2 seconden. Dan is het ook nog maar 30 seconden in de game. En dan lukt het ze toch wel. Maar het komt goed. We zijn eindelijk aan het aftellen. 5 seconden. En dan gaan we. Ik ga. Ik weet niet of ik naar bom 1 ga. Ik denk wel. Ik ga gewoon naar bom 1. Ik ben wel een mage. Dus het is niet heel slim om meteen naar bom 1 te gaan. Holy shit. Alles explodeert. Maar ik doe even mijn ietsje zachter. There we go. Ik ga gewoon meteen naar bom 1. Ik kan ook als Bison gaan spelen, maar dat haat ik. Of nou ja, dat is meer voor support. Je kan niet echt mee aanvallen, want je hebt alleen zo'n stomme axe. Dus in dat geval, oh, ik zie heel veel namen. Misschien kan ik hierboven een beetje gaan wachten tot ze eruit komen. Oh, daar heb je de een, daar heb je de een. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Daar heb je een Bison. Ja, daar heb je een Bison. Waarom heb ik hem niet? Come on, bro. There we go. Even wachten tot mijn staf weer is. Opgeladen. Hop. Daar gaat de Bison. Oh, ik schoot. Ik wou net zeggen. Dikke lijk hier. Oh, dat waren een paar goede hits. Goede hits. Shit, maar ik ren niet zo snel als. Ja, hij rent net zo snel als ik. Tuurlijk. Kom maar. Dammit. Ah, nee. Nu gaat hij. Hij gaat er doorheen komen, denk ik. Nee, niet nu al. Dat ga je niet menen. Come on, guys. Oh, ik word gebeld. Dat gaan we niet doen. Moment. Die ga ik even niet opnemen. Want ik ben aan het opnemen. Even kijken. Hallo? Oh, volgens mij is hij vermoord, of niet? Volgens mij is hij vermoord. Nou, dat is mooi. Even kijken hoe we dat gaan doen. Want ik wil eigenlijk wel naar bom 1 toe. Maar, I don't know. Dat is niet zo slim, want ik ben mage. En dat gaat niet altijd goed. Hé, hey, hier zit een gat in de vloer. Wat de hel. Even kijken. Om het hoekje kijken of hier iemand staat. Hallo? Oh, daar gaan ze bom 1 weer. Oké, ik moet snel naar bom 1. Kijken of ik niet wordt tegengehouden door iemand. Oké, gaat goed, gaat goed, gaat goed. En ik ga om het hoekje en bam! Dikke kogel. Dikke kogel. Ik heb ook nog iemand gekild. Nog iemand. Oh shit, heb ik ze allemaal gekild? Ik heb ze gewoon allemaal gekild. Nice. There we go, jongens. Hashtag Vonox Power. Of niet? Nice. Oké, ze komen hier ineens boven. Komt eentje aan. Wacht, ik wacht hem op. Ik wacht hem op. Ik zie je naam. Wat is dat? Oh, dat is blauw. Dat is niet nice. Dit gaat wel lekker, jongens. Bom 1 heeft nog 7 levens. Maar bom 1 maakt op zich niet zoveel uit. Hier zie ik iemand trouwens. Hallo. Good hit. Dat is een Bison. Oh, hij is vermoord. Nou, ik ga niet hier staan, want dat vind ik een beetje spawn killen. En dat is niet chill voor Team Rood. Dan hebben we ook geen kansen meer. Dus dat is niet leuk. Ja, I don't know. Mijn team is te goed. Mijn team is gewoon echt goed. Holy shit. Oh, hier niet. Oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Nope. No, ik had hem wel. Ik had hem wel. Ik had hem wel, jongens. Meest tegen 16. Holy shit, ik had hem wel. Jesus. Oh, hij lacht me echt keihard uit, blijkbaar. Die aquabeer. Fuck. Ja, what the fuck.
Hij had 1 hit op mij. Volgens mij was dat een bison. Oh, daar gaat bom 1 weer. Kijk hoe goed bom 2 wordt bewaakt, jongen. Vondag wanneer ga je dit uploaden? Morgen. Ik ga het morgen uploaden. Het is vandaag zaterdag. Hij komt op zondag online. Ik ga elke zondag vast een minigame video doen. En iedere dag komt Fellowship. En ik ga ook nog een andere serie doen. Namelijk de Twilight Force. Die komt op maandag, woensdag en donderdag. Dus dan heb ik wat variatie in mijn kanaal. Niet dat ik alleen maar... shit, ik zit vast. Shit, kut. Niet dat ik alleen maar Fellowship upload. Dus dat vind ik wel fijn dat ik een beetje variatie erin heb. En ik probeer een beetje naar boven te komen hier. Want ik... shit, ik zit vast, hè. Wacht. Hier. There we go. Oh shit, waar ben ik? Sta ik nou boven op de tunnel? Ja. Oké, kom maar. Dit zijn blauwe. Hoef je me geen zorgen om te maken. Oh, daar komt rood. Hij loopt hier langs. Ergens. Daar is hij. Het ziet er zo stom uit, die spuitjes. Jezus, waar ben je? Oh, hij is al dood. Oké. Okay. Nice. Hier komt er nog één. Hallo. Ik dacht het even niet, bro. Hier, hoppakee. Mage maakt eigenlijk geen kans van dichtbij. Tenzij hij zijn boog gebruikt. Dan moet je gewoon spammen. En dan lukt het hem wel. Of lukt het je meestal wel. Daar komen ze weer trouwens. One. Dit vind ik nog wel een goede afstand, dat je net geen spawnkiller noemt, zou je zeggen. Jeetje. Oh, dat is een mage. Ik dacht dat het een bison was. In dat geval kunnen we wel makkelijk... Ah! Hebben, wou ik zeggen, maar helaas. Dammit. Dammit. Oh, Zep's mine is helemaal boos. Nee. Jammer dan. Rustig jongens, rustig. We hebben nog... ik weet niet hoeveel minuten we nog hebben eigenlijk. Hoeveel minuten hebben we? Nog ruim 5 minuten. En bom 2 is nog niet eens aangeraakt. En bom 1 is nog niet eens ontploft. Dat is wel heel speciaal. Meestal gaat bom 1... Meestal binnen de eerste 2 minuten gaat hij kapot. Dat is gewoon standaard. Maar dit keer gebeurt het gewoon niet. Dus, ja. Misschien zijn ze wel een beetje slecht in het team rood. Waarschijnlijk wel. Want ik hoor iemand vallen. Oh, dat is een blauwe kerel. Een blauwe kerel. Auw. Ik ga... Auw. Shit. Maar mensen wilden ook laten zien... Of mensen vroegen wat dit was. Dit doodshoofdje. Dan staat zit je vast en als je dan rechtermuisknop drukt, dan ga je dood. Dus als je vast zit in een gat of zo, dan kan je daarop drukken en dan gaat hij. Ah, come on! Dat killsteal, though. Ah, come on! Dammit! Ik ben door het vuur kapot gemaakt. Maar als je dus vast zit, kan je dat skeletje gebruiken, dat doodshoofdje. En dan ga je even dood en dan respawn je weer en dan zit je weer vast. Dat is het eigenlijk gewoon. De eerste keer wist ik het niet, dus er stond zo zit je vast en ik zo. Nou, oké. Okay. Dus ik leg de muis knikken en ik was dood. Dat is niet zo nice, maar je moet het toch een keer uitproberen, anders dan kom je er toch niet achter. Maar jullie weten het nu door mij. Dat is graag gedaan jongens, niet het ding gebruiken als je niet weet wat het is. Of als je niet vast zit. Tenzij je in een battle zit, dan kan je hem ook gebruiken. Als je even snel wil escapen, dat ze geen kills krijgen, zeg maar. Daar kan je hem ook voor gebruiken trouwens. Dat bedenk ik eigenlijk ter plekke gewoon, dat is eigenlijk best wel slim. Best wel, op zich. Maar is ook wel een beetje laf, op zich. Maar, holy shit, waar komt het water vandaan joh? Waar komt dat water vandaan joh? Ik ga invis, moet iemand omhoog. Oh, toch niet, dat is een blauwe. Dat is een beetje jammer. Oh, ik ga niet spanken natuurlijk. Nope. Dat vind ik een beetje sneu. Jongens. Guys, niet spawn. Killen. PLS. Oh. Ik hoor allemaal dingen hier. Ja, laten we nou even naar boven komen. Dat is tenminste nog een beetje een battle, weet je. Come on. Ik bedoel... Oh, bom 2. Holy shit. Wat? Oeh, Aquabeer is vermoord. Oeh. Laat dat maar zitten dan. Er zitten genoeg mensen daar. Jammer, Aquabeer. Een beetje rare naam. Hallo. Dacht het niet, bro. Nee, niet stelen. Niet... Ah. Kerel. U. Nee, please. Oh, nu ben ik ook een beetje aan het spalken als ik hier sta. Nou ja, weet je. Als ik toch niet tegen naar me luister, kan ik het net zo goed ook gaan doen. Ik ben er wel tegen. Maar Rood zegt ook niet van, ik kan eens met spanken. Dus... Op zich. Het kan wel. Hallo. Mag ik je hitten? Oeh. Zo, dat zag wel vet uit. Hij had hem wel gemist, jammer man. Hallo, Aquabeertje. Aquabeer, Aquabeer! Yes, got it. Oeh. Als hij nog 1 hit had gehad, was ik waarschijnlijk ook dood geweest. Maar ik had hem. Nog 3 minuten, jongens. Dit moet. Dit is te doen. Makkelijk te doen. Hallo. Oh, goede hits. Dat hits, though. Oh, shit. Oh, ik had de last hit. Ik had hem wel. Vondags ben je ok. Ok. Ik ben ok. Hallo. Die kunnen we hitten daar. Bam. Bam. Oh shit. Wel een beetje uitkijken. Yes, gekilled door Vonnig snel. Nou jongens. Als je daar blij van wordt, dan is dat mooi. Mag ik het alleen maar vaker doen, toch? Even kijken. Jongens, kom nou eens naar voren. Kom maar. Kom op. Ga niet van... Oeh. Oh, die had hij wel goed gemikt, hè. Oh shit.
Holy shit. Half hartje. Dude, dat was een goede hit. Goede hit, moet ik toegeven. Dat was een goede hit. Ik kan hier nog best wel eens doodgaan. Maar dat gaan we niet proberen. Gewoon. Auw. Kijk, die meetjes die doen het van afstandje de hele tijd. Ik wil hem even hitten. Proberen. Come on, bro. Oh, daar staat er iemand te schieten, maar ik zie hem niet. Daar ergens. Oh, daar heb je er ook een. Aquabeer. Auw. Oh, dat was een hit. Ik hoorde het. Oeh. Worden die allemaal mensen vermoord? Holy shit, die al die kogels. Get out of here. Get out of here. Nog 1 minuut 40, jongens. Come on, we can do this. Oh, is dat groen? Is dat groen? Groen zit er niet eens in. Ja, get out of here. Ah. Waarschijnlijk zie je nu gewoon een pijl lopen. Oh. Kom maar. Niet? Oh shit, ik heb anderhalf hartje. Damn. Hij loopt hier naar boven, hoor. Ja, pak hem. Oh, nee, 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 dit is een hartje. Nee, heel vervelend, heel vervelend. Heel vervelend, heel vervelend. Oeh. Pak hem. Pak hem, maak hem af. Hoeveel levens heeft die kill? Wat? Hoeveel levens heeft die kill? Wat de hel? Yo, die kill had veel levens. Ik had hem best wel vaak gehit op zich. Sick, sick. Maar dit winnen we toch wel, joh. Oh, daar gaat bom 1. En... ja, bom 1. Dat was hem. Nou ja, moest een keer gebeuren. Bom 2 heeft nog 27 levens. En we hebben nog 58 seconden. Dus dit is heel... Huh? Is er nou een wolk dat hier zit? Wat hel? Oh, ja, dus. Het is heel... Het zal heel zeldzaam zijn als hij nu nog afgaat. Want dan moet er nu iemand aankomen. En dat zie ik niet gebeuren. En anders ben ik hier om het te defenden. Er staat hier ook helemaal niemand, hè? Oh, nog wel. Dat Wessel heb je hier. Yuri, oh, Yuri Kessel. Ach, ik las Wessel. Sorry, man. Ik denk dat we hem gewonnen hebben, jongens. Ja, nog 3 seconden na is afgelopen. Want dan... ja, gewoon. Ja, nu. GG. We hebben hem gewonnen. Ze kunnen hem gewoon niet meer nu laten afgaan. Want daar hebben we te weinig seconden voor nog in de game. Dus het is GG, jongens. Dus GG. Nu nog 15 seconden gewoon voor de lol. Ja, yeah! Bat. Oh, ik leef nog. Oh, dat had ik niet verwacht. Nou, ach, iemand sprong me echt na gewoon. Dat doet. Dat is normaal. Nou jongens, nog 5 seconden en we begonnen. 3, 2, 1, there we go. Je hebt 20 punten gekregen. Nice, nu heb ik als het goed is 1100 punten. 1116, sick. Vind ik echt superveel. Jongens, ik vond het een leuk potje. Best wel easy, maar... ik heb toch wel wat mooie kills gemaakt. En jongens, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken van deze PM Server minigames. En dit keer was het Siege Mountain. Volgende keer ga ik waarschijnlijk wel iets anders doen. Dus jongens, geef een like als je het leuk vond. En ik zou zeggen, later!